meter uit de kust. Er liggen wel mensen in het water. Vandaag is voor de proeftuin op de Noordzee een hele bijzondere dag. We hebben vandaag een testdag, waarbij we met drones de lucht in gaan om drenkelingendetectie mogelijk te maken voor de KNRM. De functie van de dronebox is dat daarmee dus snel een drone ingezet kan worden. In dit geval dus geïntegreerd op een wagen. Maar zo'n box zou ook ergens bij een KNRM-station neergezet kunnen worden. Onder die drones hangen camera's, wij noemen dat sensoren. En die gegevens die kan je analyseren, zodat je op een veel betere manier mensen uit de lucht kan detecteren in het water. Ja, de drone heeft twee camera's aan boord. Een gewone daglichtcamera die je ook op je telefoon hebt. En een warmtebeeldcamera, ook al infraroodcamera genoemd. En wat we willen is een algoritme ontwikkelen wat je uiteindelijk gewoon op een drone kan zetten, dat hij automatisch mensen zoekt en op het moment dat hij iemand vindt dan een seintje kan geven van hier moet je zijn. Ja, en voor de besturing van de drone en voor de data voor de reddingsoperatie is het belangrijk dat die data altijd goed en betrouwbaar over en weer wordt gezonden. En dat kunnen we als KPN mogelijk maken met 5G. We moeten altijd controle erover hebben om de veiligheid te kunnen waarborgen en dat is wat we nu eindelijk wel kunnen. Nou, we zien in deze groep eigenlijk het schoolvoorbeeld van de samenwerking zoals wij die graag zien. Als dat allemaal samenkomt, dan kun je echt spreken van innovatieve testen zoals vandaag.